And then there was art. Zaterdagavond vond de zesde editie van de Nijmeegse Kunstnacht plaats. Verspreid door de stad presenteerden vele culturele instellingen een programma dat speciaal voor dit evenement werd samengesteld. De centrale opening van de avond vond wederom plaats op het Honigcomplex. Nou, de Kunstnacht is een ontzettend leuk evenement waarin op één avondje kunt zien wat Nijmegen allemaal in huis heeft op het gebied van kunst en cultuur. 46 partijen doen er mee dit jaar. Dus dat wordt echt een explosie van mooie culturele programma-onderdelen. En ja. De verschillende disciplines van kunst die vloeien in elkaar eigenlijk over vanavond, toch? Klopt, ja. Dus wij maken steeds twee combinaties van twee partijen. Die in verschillende disciplines met elkaar een uniek programma samenstellen. Vanaf het Honigcomplex hadden de bezoekers de mogelijkheid om met speciale mini-autootjes naar het centrum te rijden voor de activiteiten die daar plaatsvinden. In het museum werd bijvoorbeeld een voorstelling gehouden door theatergroep DIS. Wij zijn door de Kunstnacht gekoppeld aan het museum. Dat bevindt zich in de Schouwburg en daar bieden zij donkerbelevingen. En in een van die donkerbelevingen, in het pikkendonker, in het volkomen duister, doen wij een voorstelling. Heel bizar. Het deed gewoon pijn aan je ogen om geen licht te zien. Even verderop, in Theater 4, werd men verrast door een omgekeerde voorstelling. De bezoekers waren daar namelijk niet het publiek, maar juist de voorstelling zelf. Dit is awkward. Ja, een beetje ongemakkelijk. Volgens mij, toen ze net binnenkwamen, de organisatie merkte dat de Kunstnacht niet alleen door Nijmegenaren wordt bezocht. Het is natuurlijk een vrij regionaal evenement, maar toch ook heel interessant voor mensen van buitenaf die gewoon kennis willen maken met de cultuur in Nijmegen of gewoon een tof festival willen meemaken, want dat is het ook gewoon. En then there was Beyoncé. Een uitgebreid verslag van de Nijmeegse Kunstnacht is aanstaand weekend te zien in ons programma En Events.